Hoi allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met je Rainbow Loom deze rotini armband moet maken. En ik ga hem vandaag in precies dezelfde kleuren maken. En hij is niet heel moeilijk om te maken. We gaan beginnen met één zwart bandje van de middelspion naar links. En dan gaan we links helemaal naar voren. Oh, hij schoot weg. Je werkt helemaal door tot het einde van je loom. En de laatste. Zo. En terug naar het begin. Nu gaan we hier ook een rijtje helemaal naar voren maken. Ook door tot het einde van je loom. Hier nog één keer naar voren. En dan hier schuin. Terug naar het begin. Pak nu drie bandjes. In je eerste kleur zet ze hierop. Strek ze. Draai ze één keer. En dan draai ze nog een keer. Heb je ze dus twee keer gedraaid. Zet je op de pion er tegenover. Pak je je volgende kleur. Ook weer drie. Zet je op de volgende pion. Strek ze. En draai ze. Oh, schiet er af. En draai ze één keer. En twee keer. Zo, de pion er tegenover. Nu pakken we weer drie. Roze. Strekken we op de volgende pion. Draaien we 1, 2 keer. Ik zal het nog één keer rustig laten zien. Pak 3 bandjes in je volgende kleur. Zet ze op deze pion. Hier zo boven. Strek ze. Dan draaien ze. En dan draaien ze nog een keer. Zodat ze twee keer gedraaid zitten. En dit doe je door tot het einde van je loom. En ik ga hier de laatste plaats op deze pion. Strek hem. Het zijn 3 bandjes. Strek hem. Draai hem 1 keer. En nog een keer. Dus 2 keer. Zet hem erop. Nu zie je overal gedraaide bandjes. Nu gaan we op deze pion een capband van 2 ringetjes maken. Dus het is 1. En dit is 2. Nu draai je je loom om, zodat de rode pijl naar je toe wijst. Steken we in de capband. Pakken we het bovenste zwarte bandje. Die haken we hier schuin naar beneden. En nu steken we hierin en haken we deze naar voren. En steken we, duwen hier alles naar achteren. Haak je naar voren. En je duwt alles naar achteren. En je haakt naar voren. Je duwt de hele tijd alles naar achteren. En dan haak je het zwarte bandje naar voren. En dat doe je door tot het einde van je loom. En de laatste duw alles naar achteren. En haak naar voren. Gaan we hier naartoe. Steken we hier in alles. Steek in alle soorten bandjes. En dan pak je de onderste. En die haak je naar voren. Duwen we hier alles naar achteren. En dan haken we naar voren. Doen we ook hier. En hier. En zo haak je door tot het einde van je loom. En deze laatste haak je naar voren. Dan pak je deze en die haak je schuin hierheen. Nu steek je haak in deze pion onder alle bandjes. Dan pak je een enkel zwart bandje. En die trek je er doorheen.
Zo, en dan zet je het andere uiteinde ook op je haak. Ho. Ja. Is dat wel goed? Het andere uiteinde op je haak. En nu kun je de armband van je loom af. Doe het een beetje voorzichtig, want er zitten veel bandjes op de pionnen. Zo. En de laatste. Nou, zo ziet de armband er nu uit. Erg mooi vind ik zelf, maar hij is nog te kort. Dus we gaan een verlenging maken. Ik heb je loom er weer bij. Zorg dat de pijl van je afwijst. En ik ga een zwarte verlenging maken van 10 elastiekjes. Dus 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en als laatste 10. Pak nu je haak er weer bij en pak deze strek, deze twee bandjes. Zet deze twee bandjes van je haak op de laatste pion. Zo, en strek ze dan uit naar deze pion, zodat het er zo uitziet. Draai je loom, zodat de rode pijl naar je toe wijst. Steek niet bij de eerste, maar bij de tweede in en haak gewoon naar voren. Je hoeft niks naar achter te duwen. Je hoeft alleen maar naar voren te haken. Zo. En de laatste. Nu rek je deze twee bandjes even uit over twee pionnen, zodat het makkelijker is om een S-clipje erop te duwen. Dan pak ik mijn S-clip en die duw ik erop. En dan kan het van je loom af. Nou, zo. Nu maken we dit aan de andere kant vast. Ik maak hem hier aan vast. Klip het erin. En nu kun je je armband omdoen. Je rotini armband is helemaal af. En dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.